Je hebt vast al gehoord van het Wereldhandicapsysteem. Dat wordt vanaf 1 maart 2021 het nieuwe handicapsysteem, waarmee de handicap van iedere golfer, waar ook ter wereld, op dezelfde manier wordt berekend. Bij de overgang naar het nieuwe systeem zal jouw starthandicap waarschijnlijk hoger zijn dan je huidige handicap. Dat heeft te maken met een andere berekeningsmethode. Straks is jouw handicap het gemiddelde van de beste 8 qualifying scores over de laatste 20 ingeleverde qualifying scores. In de praktijk verandert er weinig. Je kunt met het World Handicap Systeem nog steeds makkelijk je qualifyrondes invoeren in de app van golf.nl. En die berekent jouw voorlopige handicap. De handicap die je direct na het invoeren van je score in de app te zien krijgt, wordt in 90% van de gevallen ook je nieuwe handicap. Maar de app toont pas de volgende ochtend jouw definitieve handicap. Waarom? Dat heeft te maken met een eventuele handicapcorrectie die 's nachts wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar alle scores van die dag op de baan die jij hebt gespeeld. Soms is de baan moeilijker dan normaal, door bijvoorbeeld de weersomstandigheden, en wordt jouw dagresultaat daardoor nog iets beter. Of andersom. Een handicapsysteem is belangrijk, want zo kun je eerlijk spelen tegen spelers van een ander niveau. Wil je een WHS-handicap die recht doet aan jouw spel? Lever dan zoveel mogelijk qualifying scores in. Hoe meer je speelt, hoe beter de handicap bij jouw spelniveau past. Dat maakt golf nog leuker en vergroot het spelplezier. Na de invoering van het WHS kun je niet alleen qualifying scores over 9 en 18 holes spelen, maar onder bepaalde voorwaarden ook over meer dan 9 of minder dan 18 holes. Meer weten? Ga naar golf.nl/WHS.